Oh, point. Oh, goede redding. Rebound. Oh. Hey, volgende. Bekendmaker van de nieuwe speler van het jaar. Een paar jaar in het leven roepen waarbij drie waarnemers elke wedstrijd punten geven aan een bepaalde speler. Vorig jaar was het Davy van Wieten. Davy, ik heb gehoord van natuurlijk. We zijn speler van het jaar, ik heb allemaal gelift. Davy had vorig jaar de inspirerende woorden om zo min mogelijk te trainen en zoveel mogelijk bier te drinken. En dat leven van... Gelukkig. Voor het bekendmaken van de top 3 hebben we eigenlijk Mike van Duin gevraagd om die bekend te maken. Ik ga het woord doen. Mike zegt alleen maar de naam, want die is daar niet zo van gecharmeerd. Mike gaat eigenlijk de top 3 nu opnoemen. En bij de nummer 1 heeft hij een heel klein praatje. Toch? Tuurlijk. Oké. Okay. Dan geef ik even het woord aan Mike. Dit is natuurlijk al ruim van tevoren ingestudeerd, dat zou ik niet. Nummer 3, Leon Boutersen. Ja. Oh. Koers om eerste te worden, maar die rode kaart is alleen wel ontzettend bom natuurlijk. Dat heb je nou net was moeten maken. Deze mooie woorden. Hij kraakt wel te goed bij de stort op zijn Door met nummer 2, Tom van Hagen. Ik denk wel dat het dik verdiend is. Ik heb niet alle wedstrijden gezien, maar de wedstrijd die ik heb gezien was het een absolute dik op het middenveld. Dus een groot applaus voor Lex Visser. Ik verwacht wel een speechstoot. Als je een paar bieren hebt, lukt het wel. Heb je nog één? Ja. Dankjewel. Speech. Ik ben natuurlijk super trots om deze prijs te ontvangen. Ik denk dat we met z'n allen een mooi seizoen hebben geleid. Twee hoogtepunten, denk ik. Malaga, Salaboortje. Tornier is natuurlijk eigen, maar Salaboortje gaan we niet vergeten. Met z'n allen een super mooi seizoen gedraaid. En ik denk dat we volgend jaar gewoon nog zo'n mooi seizoen gaan draaien. Dus dankjewel. Mike, bedankt. Zo, mooi afgepikt. Boom. Ook mooi. Oh. Jullie ook gefeliciteerd. Dankjewel.